1963. Oudjaar. Nieuwjaar. 1964. Ja, ja. De oude thema's. De oude akkoorden. Het oude ritme. Elke harteklop slaat de wensmaten van een oud verhaal. We kijken om. En zien de stukken vliegen. Op wiekenwind. Gereten kranten vliegen als witte raven door de goot. De wind blaast oud wereldnieuws in een nieuwe chaos langs lege wegen van mensen die gevlucht zijn, diep in hun huizen. De rechte wind blaast warrige wimpels, geregen van kranten en stof. Chaos, godvergeten chaos. Ritselt een vuil verhaal van mislukking. Spuwt wit speeksel met zwarte krantenkoppen, knekelkoppen. Leeg, de straat waait leeg, vol angst. Achter de ramen kijken de mensen niet begrijpend naar hun opgejaagde krantenconfetti. Het feest is kapot gewaaid bij voorbaat. Ze kijken allemaal naar hun stuk gescheurde geschiedenis. We kijken met lange, rijkhalzende, soms kokhalzende, buffetnekken naar de toekomst. Het Nederlandsland waarin carrière gemaakt zou moeten worden. En de wenkende strohalm in het niemandsland heet psycholoog. Psycholoogje test onze psyche. En heus, het zal er niet om liegen. Wij hebben een ding, dat heet quotient. En als dat te laag is, dan ben je een patiënt. We hebben een reactie met een vermogen, die we stevast moeten verhogen. En een temperament, dat is weer ook als apart. Dat meldt een juffrouw met een pensenhart. Dat weet men. De mensen spelen met een kinderblokkendoos. Want dan blijkt pas of je een suffer bent of een bolleboos. Het psychologje test onze psyche. Zijn tests kunnen je nooit bedriegen. Wij hebben wilskracht. Oh ja, beslist. Alleen in die kracht hebben we ons steeds vergist. Wij hebben een verstand en het lijkt een sterk staaltje, maar dat weegt men op een steriel schaaltje. En ons totaalbeeld heeft een zeker peil en dat heet dan stomweg onze levensstijl. Zij gokken, wij dokken, om zo dan heel gemakkelijk en als spelenderwijs ons psychotechnisch testbeeld te winnen. Als de prijs. Het psycholoogje test onze psyche. En geloof maar, hij ziet ze heus niet vliegen. Wij zijn eerlijk, in een zekere graad. Dat is dan minus alle rottigheidjes in het kwadraat. Alleen de emoties meet men niet zo 1, 2, 3. Dat vergt een scherpe schoktherapie. Ze zijn zo vals die psychologen. Ze testen ieder met hun kille brillenogen. Ze rubriceren, klassificeren, deduceren, combineren en concluderen niets dan dat ze de mens nooit werkelijk zullen snappen, omdat die het uiteindelijk aan zijn laars zal lappen. Maar zullen we met die gelapte laarzen één stap verder komen? Jawel hoor, misschien wel een paar stappen. Totdat je in een spijker loopt. Ja, daar moet u nou eens ernstig om lachen, hè? Ernst rimpelt de tijd steeds dieper. Men lacht zo ernstig, zo verweet. Ja, zelfs de lach lacht in ernst.
Neemt u het niet al te ernstig, want blijheid bestaat. Blijheid is het nog onbeschreven blad van de liefde. Blijheid is twee mensen die dit blad gaan beschrijven. En soms zijn er enkele regels bij die geen pijn doen. Je bent een blad zo volgeschreven, zo wit, elke dag licht. Zo leeggeschreven blijf ik achter nachten wachten. Ik ken de geur, je huid vooraf, je huid daarna. Ik schrijf je elke eeuwigheid opnieuw. Klein, even eenzaam, even groot, altijd vraag ik weer en weer. Steeds zeg je me, daar, over je horizon. Ik zie het wel, ik zeg het nooit. Ik schrijf alleen, voorzichtig, onder je huid, een blad vol. Thank you.